Een applausje voor mijn man. Zo, applausje voor meneer. Die heeft mijn headset werkend gekregen. Dank u wel. Nou, dit is dus kweeper en dat kan je dus niet normaal eten, maar dat is om te bakken. Amandelspijs. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag 17 november. Het is bijna. Even kijken, 2:15. Het is nu 13:41. Ja, ik heb Ro aan de telefoon. Gezellig, daar ligt hij. Ja, de telefoon. En wij gaan zometeen weer lekker even naar de Mall of the Netherlands. Want daar is een bekende Nederlander aan het koken. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja. Hi, geen nee. Nee, kom maar. Levi. Kom dan. Waar ben je die been lopen? Ik moet nog wat pakken uit de slaapkamer. Ja. Kom maar, keurig, goed zo, leef je mee? Ja! Ik hoor die lijn op de grond. Wil ik dat? Nee. Lof. Ja, goed zo! Keurig! Ja, ga mee! Keurig, ja. Nou, en zoals je het al wel kan zien, ben ik dus lekker aan het lopen met de hondjes. Ja. Ga mee. Ga mee dan. Ja. Goed zo. Ho, 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 ho. Niet zo snel jij. Niet zo snel jij. Kom eens hier. Hé, lekker bij. Oh, in dat geval. Hé. Hallo. Oh, zeker veel, ja. Nee. Ik en ik film mezelf. Ik film mezelf. Komt helemaal goed. Ik ga die kant niet op. Ik ga rechtdoor hoor. Kom, ga mee. Ja, goed zo, keurig. Nou, we zitten dus in de auto. Roos nog even lekker bezig. Gezellig. Ja, met zijn batterij. Van zijn telefoon. Ja, het is alleen van de telefoon. Niet alleen van de telefoon. Nee, niet. Charger. Niet heel erg handig. Het enige handig is dat hij plat is. Oh. Ja, plat toch. Kijk. Heel plat, ja. Maar wij gaan dus nu op naar de Mall of the Netherlands. Naar de bekende Nederlander. Jullie zien straks wel wie het is. Een BN'er dus. Ja, een bekende Nederlander. Een BN'er dus. Oh, oh, oh.
Gezellig weer, hè, die vent van me. Ja. Daar was ik weer. Hi. Doe ik even wat. Dit is voor de... Insta is dit. En voor de Insta. Wie denkt dat hij hier nou net zo goed kan? Karin is met zeep, nee, met de zeep. Ja, ja.
Ja, van de graf. Met enkel. Het is vroeg gevaarlijk, geeft iemand een beetje mes in zijn handen en dan is het gezet. Alleen nog nou geen verbinding. En dan moet daar dus gewoon een punt en een spatie tussen met van de derde. Hoe heet je? En als zoek. Je hebt een soort daar nou geen verbinding. Dit is niks jas. Maar dat is dus. Ga ik dit opzoeken. Ja. En dan abonneren. Ja. Goed, Nick. Heb je opgelet hoe het eigenlijk moet worden? Je snijdt hem eerst hier vaak in. Dan zo. En dan super. Hier is mijn pan. Dat is een rustig. En als je je uitjes lekker wil bereiden, moet je er altijd flink zout. Dat klinkt heel raar, maar dat is een soort ouderwetse truc om te zorgen dat het niet snel aanbrandt, maar het dus langzaam gaat garen. Dus wij zijn niet zuinig mee. Heel veel mensen zeggen altijd, zo, wat doe je er veel zout in? Ja, eigenlijk is het zo dat als je het zelf kookt, en dus geen proces goed heeft, dan mag het best goed zout zijn. Als we samen koken, denk ik wat kan niet klaar. Een applausje voor mijn man. Zo, applausje voor meneer. Die heeft mijn headset werkend gekregen. Dank u wel. Ik zal even voorstellen. Hoor. Ik ben Miljuska. Ik sta in het midden te koken van Fresh. Dank je wel, Nick. Super goed gedaan. De jas hangt daar. We maken vandaag allemaal verschillende gerechten. En ik ben nu een pasta aan het maken met boerenkool. Een beetje een pepertje. Wat knoflook, een rood uitje en uiteindelijk blauwe kaas. En die maken we ook nog even aan met wat room. Dus het is een soort boerenkoelsaus met blauwe kaas. Hartstikke lekker. En jullie mogen zo meteen ook nog allemaal proeven. En daar gaat een bijboompitje doorheen. Dus dat kan niet misgaan. En als je s'avonds thuis komt om 6:15, als je een beetje je best doet en je inzet, dan heb je dit om 6:30 op tafel. Dat weet ik zeker. Goed, ik zei het al. Ik heb hier een knoflookje. Want knoflook is live, als je het mij vraagt. Je handen gaan er wel van stinken, maar hé. Hey, alle lekkere dingen in het leven stinken een beetje, als je het mij vraagt. En die gaan we raspen. Dit is een microplane rasp. Dit is echt iets waar ik van hou, intens. Als iemand op zichzelf gaat wonen of gaat verhuizen, geef ik altijd een microplane rasp cadeau. Want je kan daar chocolade mee raspen, kaas mee raspen. Maar dus ook knoflook. En knoflook, als je dat in plakjes snijdt en krokant bakt, is het super lekker. Maar als je een pasta eet, dan wil je niet dat je 10 keer denkt, oh, ik heb een stukje pasta in mijn kies zitten. Dus ik rasp hem helemaal fijn. Daardoor gaan al die cellen stuk en wordt hij uiteindelijk ook veel zoeter dan dat je hem normaal zou snijden. En als je nou wil dat je handen uiteindelijk niet gaan ruiken, kan je van tevoren eventueel een klein beetje olie op je vingers doen. Of je moet je handen hierna langs roestvrij staal halen. Bijvoorbeeld je kraan of de onderkant van je microplane was.
Maar er zijn echt veel ergere dingen dan wat je handen daar kan gebruiken. Goed, gaan we hier even in roeren. Wat was jouw naam ook weer? Delano, toch? Delano, kom er maar bij. Dan mag jij even helpen. Durf je niet? Wil je niet? Hoeft niet hoor, schat. Dat hoeft echt niet. Nee, niks hoeft. Relax. Je komt gewoon lekker kijken, toch? Ja. Dit is een pepertje. Pepertje is pittig. Ik hou van pittige dingen in het leven. Als je het nog wat diepere smaak wil geven, dan rooster je hem even van tevoren. Dat kan met een brander zijn. Of je legt hem in de oven. Eigenlijk net zoals je met paprika's doet. Tot het huidje gaat blakeren. Dan doe je hem in een plastic zak. En dan laat dat velletje heel makkelijk los. En die pel je er dan af. Echt een cadeautje. Dit is een Spaanse peper. Je hebt wel echt 1000 verschillende soorten. Maar de pit zit hem niet zozeer in het rode vruchtvlees, maar in het zaadje. Heel goed. Het pitje zit in het pitje. Dus als je het niet van pittig houdt, dan moet je dat eruit halen. Maar ik ben niet alleen een pittig tante, maar ik hou ook van pittig eten. Dus ik laat hem erin zitten. Ik snij hem doormidden. En pepers kunnen in het seizoen dat ze niet verkrijgbaar zijn, best prijzig zijn. Dus ik zou jullie allemaal adviseren om in het seizoen dat ze wel goedkoop zijn, flink in te kopen. En dan in de vriezer te leggen. Net zoals gember, knoflook, maar ook pepertjes. En die kan je dan heel makkelijk op je rasp fijn raspen. Dus als je gemberthee maakt, zie je heel vaak mensen die hele stukken gember in die thee gooien. Vind ik echt heel erg zonde, want daarmee maak je die gember veel sneller op. Terwijl als je hem raspt, heb je veel meer smaak in die thee. Dan krijg je echt zo poef. Dat je denkt, oeh, ik ben wakker. Goed, dat pepertje snijden we eventjes in kleine stukjes. Of je raspt hem net wat je lekker vindt. En ik heb nu heel weinig knoflook gebruikt, heel weinig peper gebruikt. Maar hou je van aioli, dan zou ik je aanraden om veel meer knoflook te gebruiken. Veel meer peper te gebruiken. Ja, we zitten natuurlijk een beetje in het griepseizoen. Dus dan is knoflook goed. Dat reinigt je bloed. Lekker eventjes iets meer knoflook eten. Iets meer water drinken. En dan zweet je trauma uit. Goed. Boerenkool. Boerenkool is een prachtig oer-Hollands product. Iedereen vindt het de laatste tijd hip. Er zijn allemaal boerenkoolsalades. Boerenkoolsmoothies. En over de hele wereld kan je boerenkoolchips krijgen. Ik hou van boerenkool in een stampot, maar in deze pasta komt hij ook volledig tot z'n recht. Alleen het heeft een vrij taaie structuur. Er zit heel veel ijzer in, dus je moet hem even verhitten om dat weg te halen. Dus dat gaat bij het pepertje, bij het knoflookje, bij het rode uitje in de pan. En die gaan we even lekker mee laten bakken. Totdat hij gaat zweten. En jullie beginnen het al te ruiken hier. Je ruikt het pepertje. Je ruikt knoflook. Voilà. En het leukste is, ik voel me soms een beetje een soort Oprah. Want ik kan jullie de recepten geven. Die liggen hier. Maar zijn ook te vinden op de website van Fresh. Dan ga je naar Leidsehagen vernieuwd. Daaronder zit een kopje Fresh. En daaronder zit dan weer een kopje recepten. Dus dan kan je alles vinden wat we hier maken. Maar jullie krijgen zo meteen dankjewel voor je de reclame. Een hapje thee. Nou, dat vind ik echt gezellig. Alsof ik een heel groot gezin cadeau heb gekregen. Goed. Je ziet het ook van kleur veranderen. De boerenkool wordt groener, dieper groen. En daarbij gaan we dan slagroom. Gewoon ongezoete slagroom. Je hebt ook dingen als kookroom. En ik vind dat persoonlijk echt onzin. Dat is gewoon weer een manier om iets anders te verkopen aan je. Dat is dan 20 cent duurder dan gewone slagroom. Maar kookroom, slagroom, het is allemaal één pot nat. Het enige waar je nog op zou kunnen letten is dat je zo'n hoog mogelijk vetgehalte hebt. Want des te hoger het vet, des te meer smaak. Want vet zorgt voor een laagje op je tong. Daar blijven die smaken op hangen. En dan uiteindelijk smelt het zo heel langzaam weg. Slagroom. Hartstikke idee. Erbij. En dat roeren we eventjes zo door. En voor de kick hebben we blauwe kaas. Ik heb nu echt pittige blauwe kaas gekozen. Je kan ook zeggen, je gaat voor een dolce, gorgonzola dolce. De naam zegt het al, dolce, zacht, zoet. Ook hartstikke lekker, maar ik hou van dat je in je mond echt denkt, wow, wat gebeurt daar? Er zit een beetje peper, er zit een beetje blauwe kaas. Dat moet er dan sterke smaak zijn. Dus,
die blauwe kaas, die verbrokkel ik erbij. En die smelt dan samen met die room langzaam weg in die boerenkool. En dit is zo lekker, dat mag je even je vingers aan flikken. Dat is echt mijn... Klinkt heel vies, maar ik zal het niet te veel doen. Zo. En dan ga ik het even roeren totdat die blauwe kaas gesmolten is. En dan heb ik hier pijnboompietjes. Die hebben we even snel geroosterd. Het is helemaal aan jezelf hoe je dit erbij doet. Kijk, je kan zeggen je doet ze er bovenop, want dan houden ze hun crunch. Maar pesto, daar zit natuurlijk altijd pijnboompitten in. Dus je kan ook zeggen, ik maal het van tevoren fijn met de boerenkool. Dan krijg je meer pesto-achtige saus, maar dan boerenkool. Hé, hey, we hebben een pietje in ons midden. Hoi. Hallo. Maar je kan ook de pijnboompitjes doorheen doen. Pijnboompitjes zijn natuurlijk prijzig, dat is altijd zo. Dus zorg ervoor dat je ze niet aanbrandt. Dat is heel belangrijk. Maar je moet ze wel eventjes aanzetten in de pan. Want er zitten oliën in en die oliën die zorgen voor de smaak in de noot. Dat is eigenlijk bij alle noten zo. En op het moment dat je ze dus even verwarmt in de pan, dan krijgen ze veel meer smaak. Dan komen die vetten vrij en dan is iedereen gelukkig. Toch, Dion? Ja? Gaat het goed? Dion is lekker pasta voor jullie maken. Ik doe een klein beetje door de saus heen en de rest doe ik er zo meteen op. En je ziet dat het een wat een meer geheel wordt in de pan. Doordat die slagroom smelt, die kaas smelt en dat gaat overal in die boerenkool zitten. En een beetje peper erbij. Het is vrij zout al van zichzelf. Doordat ik de uitjes heb gezout, doordat in de blauwe kaas veel zout zit, doordat hij zo lang gerijpt heeft. Ik zie hier twee hele mooie oogjes boven mijn aardappel uitsteken. Zo. En dan is het tijd om te gaan uitserveren. Dit is het hoofdgerecht. We hebben deze pasta, dus ik zoek eigenlijk twee vrijwilligers of die de bordjes uit kunnen delen. Ja, kom maar dames. En dan zometeen gaan we verder met het toetje, oftewel de kweekberen tartare. Echt heel makkelijk, leuk ook voor de kerst net even iets anders, want de kweekpeer, nou ja, ik kom hier zo vaak met even bij mijn tuin. Hoi! Dus eerst even lekker smikken. Als jullie nog vragen hebben of iets, dan ga ik mijn microfoon uitzetten. Ik durf het bijna niet meer, maar ik ga het wel doen. Dan is het allemaal wat benaderbaar. Als je vragen hebt of een foto wil, dat mag. Ik ben hier voor jullie en ik laat me volledig misbruiken. Nou, tot op een zeker hoogte. En deze dames gaan jullie een heerlijke maaltijd uitserveren. Dus wees lief voor ze. Want anders dan zijn er represailles. Okay. Goed, dames en heren, geniet. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dit is dus kweeper en dat kan je dus niet normaal eten, maar dat is om te bakken. Amandelspijs, chocola, bloem, ei, bruine suiker, boter en biologische tarwebloem. En even voor deze tekentje wat ik niet voor gesponsord. En hele grote messen. Zo, alles is al... Dames en heren, jongens en meisjes. Ik sta in het midden hier. En ik ben Miljuska. Als u denkt, waar komt dat geluid nou vandaan? Nou, te midden van alle lekkere foodstands sta ik achter een keuken. En ik kook hier altijd één keer per maand. En dan maak ik vier gerechten. Dus we hebben al het voorgerecht gehad, het amuse gehad en het hoofdgerecht. Maar wees niet getreurd, want jullie zijn op tijd voor het toetje. En het toetje is een kweekperentartaten. Ik ga het hier bereiden, dus dan kun je zien hoe je het moet maken. Dus als je stress hebt over deze kerst, blijf dan vooral plakken. Mijn favoriete kleur heb je aan, Panter. We gaan een kweekperentartaten maken. Dan hoor ik jullie bijna denken... Kweekperen, wat is? Nou, dit is een kweekpeer, dames en heren. Dat is geen kweekpeer. Ik heb laatst een recept online gegooid op Instagram met kweekperen. En toen zeiden mensen, maar de taart is niet gelukt, want die peer is helemaal zacht geworden. En ik heb echt kweekperen gebruikt. Het moet dus kweekperen zijn zonder de K. En dat zijn hele stevige jongens. Kan je niet in knijpen, doet ze helemaal niks. Ze ruiken een beetje anijsachtig en ze zijn heel goed te gebruiken in stoofpotten, in desserts. En daarom ga ik er dus gebruiken
om de tartaten mee te maken. Nou, ik heb hier een bak voor van 24 centimeter. Die heb ik even bekleed met bakpapier. En dan heb ik hier een klein pannetje met een klein beetje boter. En we gaan geen karamel maken, maar we gaan de karamel zelf laten ontstaan in de kweeperenvorm. Kom er gezellig bij. Ik bijt niet. Kom allemaal lekker hier staan. Dan kan je zien hoe ik het kook. Dus deze boter gaat smelten. En daarbij gaat dan zo meteen een klein beetje suiker. En die boter en die suiker die gaat meebakken in die vorm. En dat vormt dus uiteindelijk karamel. Nou, ik heb ook een deegroller. Niet om jullie te slaan. Oh, jammer. Als jullie lief zijn, dan zal dat niet gebeuren. En hier heb ik wat ingrediënten om een deegje te maken. En dat is een gedeelte bloem, een gedeelte tarwebloem, een klein beetje suiker, wat boter en een eitje. Dus ik zoek iemand die het wel in de vingers heeft om te kneden, die aan de slag durft te gaan. Even kijken, Jet, kom er maar bij, dan mag jij je handen wassen. Want niks is zo belangrijk als je handen wassen voordat je gaat koken. Ja. Komt ze maar. Heel goed. Beetje zeep erbij. En het deegje is echt wel stug. Dat is namelijk tarwebloem, volkorenbloem en dan rietsuiker. Dat zijn allemaal dingen. Ja, het kan ook voor witbloem gaan, maar dan wordt het zo'n laffe deeg. Dat willen we niet hebben, mevrouw. We houden niet van laffe dingen. Nee, dus. En als u het wilt echt goed kunnen zien, dan moet u hiervoor staan. Dan kunt u alles van dichtbij meemaken. Dus Jente, jij mag deze mengen met elkaar. Dan mag de boter erbij. En dan het eitje erbij. Dan mag je even goed kneden, ja? En dan gaan we dat deegje zo meteen even laten rusten. Ga maar hier staan. Dat komt helemaal goed. Zo. En dit is dus de kweeperen. Die moeten we een klein beetje blancheren. Die hoef je niet. Ga maar aan de slag. Ga maar een beetje handen erin. Uitkijken dat het niet valt. De boter erbij. De boter hoeft niet koud te zijn. Is juist lekker als hij een beetje op kamertemperatuur is. Ga maar lekker doorkneden. Heel goed. Top. De kweeper, die hoeven we niet te schillen. Als je zeker weet dat je hem goed hebt gewassen. Als je weet dat hij ergens vandaag komt waar niet de hele sloten chemicaliën eroverheen zijn gegaan. Is dat prima. En wat ik vaak doe is hem niet eens door vieren hakken. Maar de zijkanten van het vruchtvlees eraf snijden. En dan kan je zo kwartjes snijden en dan heb je hier in het midden, dat is altijd bij kweeper zo, een vrij harde kern. Dus je snijdt eerst de zijkanten eraf en dan heel voorzichtig die harde kern eruit. Maar zo min mogelijk, want je wil zoveel mogelijk van het vruchtvlees behouden. Het is even een werkje, maar absoluut de moeite waard. En die snij je dan in partjes en ik heb een pan met water opstaan. En dat water, dat is zachtjes aan het borrelen. Dat zit zeg maar tegen de kook aan. En je mag het eitje erbij doen, zeker. Wil je dat je daarbij geholpen wordt misschien? Nee? Dat lukt toch gewoon, zegt ze. Klopt. Zijn maar bij jullie thuis de eitjes. Kijk, daar hou ik van. Goed, die zet ik zachtjes aan in het pannetje. En dan doe ik de rest van de kweeper ook in partjes snijden. Vies. Heb je nou kweeper over en je gaat met de kerst een kaasplankje serveren, kan je ook de kweeper inkoken met bijvoorbeeld wat specerijen en een beetje suiker. En des te meer je het inkoopt, op een gegeven moment er zit heel veel pectine in. Dat is hetgene wat je nodig hebt om jam te maken. Op een gegeven moment wordt het dus een gelei en dat kan je in plastic oprollen en dat wordt dan hard. En dan als je lekker een plakje kaas hebt, maakt niet uit welke kaas, en je doet daar een lekker vlakje kweeperengelei bij, dan ben je een gelukkig mens. Vertrouw me. Goed, ook deze in plakjes. Zo. Hoe gaat het met mijn boter, lieve? Die pan, is die al helemaal gesmolten? Is die al gesmolten helemaal? Niet helemaal. Niet helemaal? Nou, dat gaat goed. Ondertussen is Dionne hier aan de slag om voor jullie allemaal een stukje kweeperentartaten klaar te hebben. Hier zit nog een stukje vruchtvlees. Vind ik dan weer zonde om weg te gooien. Dus die gaat ook nog even kort in de blanchet overflakkeren.
En dan gaan we een... kijk, dit is wat we uiteindelijk krijgen, dames en heren. Dus die kweeperen gaan onder op de bodem, bovenop die karamel die zichzelf gaat maken door eigenlijk boter te gebruiken en suiker. En dan daarboven op die kweeperen, daarboven op marsepein, chocola. Ja, het feest houdt niet op. En daarop een deegje en een klodder. Dat mag ik zo wel noemen, toch een klodder, Dion. Crème fraîche. Want daar zit een zuurtje in. Je kan ook voor zure roog gaan. Want als het alleen maar zoet is, dan is er eigenlijk niks aan. Goed, de boter is gesmolten. Hoe gaat het, Jinten? Het is voor hard werk, hè, dit, hè? Even door blijven nemen. Het komt goed. De boter gaat erin. En dan doe ik daarbij een klein beetje suiker. Zo. En je laat het eigenlijk vanzelf dansen over het bakpapier heen. Gewoon even een paar keer draaien. Die boter zorgt ervoor dat het overal komt. En dat wordt dus eigenlijk je karamel. Nou, ik heb hier al een paar geblancheerde kweeperpartjes. En het handigste is om van buiten naar binnen te werken. Dus je begint in de buitenste ring. En dan ga je zo heel langzaam naar binnen. En dan krijg je een waaier van kweeperen. Nou, wie wil dat nou niet in zijn leven? Een waaier van kweeperen. Je wist niet dat je het wilde voordat je hierheen kwam vandaag, maar bij deze wel. Ja, precies. Nu wel, hè. Zo. En je kan het ook heel goed gebruiken in een appeltaart in plaats van appels kweeperen. Dat je zegt, nou, een goudrenetje, een kweepeertje. Het is zo zonde dat we het namelijk minder eten. Het is een oerras en iedereen heeft het altijd over vergeten groenten. Maar we moeten ook sommige fruitsoorten absoluut niet vergeten. Voilà. Jente is keihard aan de slag hier naast me met dat deegje. En als je thuis een keukenmachine hebt, dan kan je daar natuurlijk in één keer makkelijk in opdraaien. Maar anders zal je toch echt de handen uit de mouwen doen. Dat deegje, zet goed zo, zet hem maar, doe maar in de kom. Heel goed, fantastisch gedaan. Even je handen wassen. Kijk, je krijgt dan zo'n vaste vorm. Dat is wat we zoeken, geen poeder, geen boter meer los, gewoon een vaste vorm. Maar we moeten hem wel heel even op laten stijven in ijskast. Hij moet wat harder worden, dan is hij makkelijker uit te rollen. Dan doen we zo meteen een beetje bloem op het aanrecht, dan kunnen we hem uitrollen. En dan chocola. Pure chocola. Er is helemaal niks mis mee. Die snijden we in plakjes. Brokjes eigenlijk. En daarop doen we ook marsepein. Wie weet waar marsepein uit bestaat? Suiker. Amandelen en suiker. Dat is het. Super simpel. Ja, Jente moet erom lachen. Die denkt zo simpel. Goed. De chocola in blokjes hakken. Niet te klein, maar ook niet te groot. Anders had je hagelslag kunnen pakken en anders had je gewoon een hele reep chocola ertussen kunnen doen. Je wil een beetje in die hoekjes en gaatjes van die kweeperen komen. Voilà. Is er iemand die hier niet van chocola houdt? Ik kan wel. Jij houdt van chocola? Jij houdt niet van chocola. Jeetje, Jette. Jij wel, hè? Ja, nou, daar mijn man doet dat wel even mijn YouTube-kanaal. En dan vergeven. Al die chocola. Dus mijn man doet dat mijn dus je krijgt onze een waaier van kweeperen. Goeiedag, mevrouw. En dan krijg je er een beetje chocola op. Een beetje marsepein doorheen. En het leuke is dat jullie zo meteen ook nog mogen proeven. En die marsepein die gaat smelten. Die gaat een beetje het vocht opnemen van de kweeper. Want dat is de eigenschap van amandel. Die neemt heel veel vocht op. Dus ik krijg heel vaak de vraag, ik wil glutenvrij bakken. Kan ik dan amandelmeel gebruiken in plaats van gewone meel? Nou, dat kan, maar hou er dan wel rekening mee dat hij droger uit de bus kan komen. Dus als je, als je dan iets meer vocht toevoegt of iets minder bloem, dan heb je uiteindelijk het gewenste resultaat. Maar je kan daarmee met amandelmeel en olijfolie een heerlijke cake maken. Omdat maak het elkaar eigenlijk foto van dan opheft. Mag ze en daarnaast is het zo dat je dan lactosevrij bent en celiacvrij. Goed, even dit verdelen.
die marsepein. Je ziet ook, we gebruiken heel niet zoveel suiker, maar door die marsepein heb je uiteindelijk wel veel. Hiervoor ziet u de kweekperen tartatin geserveerd. En hiernaast staan vorkjes. Dus als jullie willen, kunnen jullie alvast proeven. Ik ga ondertussen doorkoken. En maak daarbij een zure room van vanille. Dus ik doe er een klein beetje vanille bij. Om die ook nog net iets op te pimpen. Als je wil, kan je er natuurlijk ook een tot slagroom bij doen. Pak maar lekker door, jongens. Hier staan de vorkjes. Ik zou zeggen, tas toe. Ik zou willen dat ik mijn tanden erin kon zetten op dit moment. Maar gewoon niet ook dagelijks, dus ik mag het niet vragen. Goed, dus de marsepein zit er overheen. De chocola zit er overheen. De karamel zit eronder. De kweekpeer zit ertussen. Te wachten tot die wordt afgedekt met een dekentje. Een dekentje van deegliefde. Ja, we hebben hem. En vind je dat te veel werk om dit deeg te maken, dan kan je ook gewoon ervoor kiezen. Mag ik een beetje bloem, Dion? Dan kan je er ook voor kiezen om... gewoon kant-en-klaar deeg te halen bij de supermarkt. Die heb je tegenwoordig van Tante Fanny heel goed. Dat is in 1, 2, 3 heb je dan een taart. Want je rolt het uit, je legt het er overheen en klaar ben je. Een kind kan de was doen. Die geeft alleen iets meer uit. Zo. Dionne is ondertussen het... de rest van de bordjes aan het aankleden, dus kunt u nu niet pakken. Heb dan even geduld, wacht even tot het klaar staat. We kunnen niet toveren. We hebben het wel eens geprobeerd, hè, om te toveren, maar het lukt niet altijd. Zo. Niet te dun, maar ook zeker niet te dik de deeg uitrollen. En je kan altijd nog een beetje bijsturen. Door bijvoorbeeld de binnenkant naar elkaar toe te doen en dan heb je hem wat mooi ronder. En hij hoeft niet perfect te zijn en het boter hoeft niet overal gelijk verdeeld te zijn in het deeg. Dat maakt het juist aantrekkelijker. En als je hem dan oprolt over je deegroller heen, dan gaat hij er zo overheen. Hij is eigenlijk nog niet koud genoeg, omdat hij natuurlijk... Je moet hem normaal een half uurtje laten rusten, dus ik doe nu even twee delen erop. Maar normaal, als je hem dus hebt helemaal laten afkoelen, teruggekoeld, dan leg je hem in één plak eroverheen. Zo. Goed aanduwen, alsof het een babytje is die je instopt in bed. Of jezelf die je in een jeans probeert te hijsen. Zorg dat het goed past en dan gaat hij in de oven. En dan gaan we verder met de crème fraîche. Voilà. Ah, en de crème fraîche hebben we helemaal voorbereid, want jullie moeten natuurlijk allemaal iets te eten hebben. En het is super simpel. Wat we hebben gedaan is crème fraîche een beetje opgeklopt. Goeiedag mevrouw, het ziet er prachtig uit. Mooi rood is niet lelijk. Nee, vind ik erg mooi. Goed, de crème fraîche die pimpen we een klein beetje op. Met een beetje vanille. Wij hebben nu gekozen voor vanille Assance. Je kan ook ervoor kiezen om echt voor vanille te gaan. Maar dan heb je wel een hele dure dag. Want vanille is even duur tegenwoordig als zilver. Maar is het nou een kerstfeest, dan moet het bijvoorbeeld wel kunnen. Oh, lekker jong ziet het eruit. Ik zal je even helpen. Als jullie nog vragen hebben, dan ben ik hier volledig tot jullie beschikking. Als je een fotootje wil maken, loop dan even naar me toe hier aan de achterkant. Daar leen ik me absoluut voor. En we zijn er volgende maand gewoon weer. De komende weken zijn er ook nog allemaal andere chefs die heerlijke kerstinspiratie gaan laten zien. En hopelijk u kunnen inspireren om dit jaar met kerst iets anders te doen. We gaan ook een kerstontbijt sessie doen. We gaan pasta met de hand maken. We gaan bakken zoals je dat zou willen voor de Sint. We gaan nog een gourmet workshop doen. Dus echt overal en alles waarvan je denkt, nou dat heb ik nodig met de kerst. Dat kunt u hier zo meteen qua inspiratie krijgen.
En wilt u het recept nou nog eens nalezen, dan kunt u kijken op de website van Leidse Haven, vernieuwd.nl. Dan gaat u naar het kopje Fresh en daaronder naar het kopje recepten. En daar vindt u niet alleen de recepten van vandaag, maar ook van alle voorafgaande keren van mij en alle andere chefs. Goeiedag dames. En als jullie het dan hebben gemaakt, vind ik het heel erg leuk als jullie me even taggen op Facebook, Instagram. Dat ik gewoon kan zien hoe jullie het hebben gebakken of gekookt of geklaard. Dames en heren, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. Ik ben er nog eventjes, dus als u vragen heeft, schroom niet. En geniet vooral van de heerlijke kweekbinnentartentee. Fijne dag. Ja, zoals jullie dus hebben kunnen zien, waren we dus en heb ik dus Miljuska op de vlog. En dat is onze oude... Team FPJ. Ja. Ja. Dus dat was wel gezellig. En jullie hebben weer dus een hoop leuke twee recepten. Dus in principe een hoop. Hè? Dus ja, ik zou zeggen, maak het. En tag haar eventjes in een bericht als je dat ook hebt gemaakt. Ja, nou ja, ik ben even heel druk bezig ook voor mijn moeder. Want ja, haar hondje is eergisteren helaas overleden. Dus ik ben druk bezig om ook weer voor haar een hondje te regelen. Een puppy, teefje eigenlijk. Is een keer wat anders dan een andere reu. Dus, maar ik ga eventjes koken. Het is alweer 6:30. Roos even nog bij zijn ouders, want zijn zus die gaat morgen weer weg. Dus ik ga even mijn ding doen.